Bas Vogelpoel en Michiel van den Berg uit Wormerveer filmden vorig jaar hun Dam-tot-Dam-loop. Vlak na de IJ-tunnel verlieten zij het parcours, pakten de auto richting de Zuiddijk in Zaandam om vervolgens de laatste meters te rennen richting de finish. Nu een jaar later is het de bedoeling toch echt alle meters van de Dam-tot-Dam-loop met de benenwagen af te leggen. Ja, we beginnen natuurlijk gewoon ons best te doen. We nemen wel geld mee voor de taxi, hè? Ja, voor de zekerheid. Wel sok, inderdaad. Ja, we gaan het gewoon proberen. We hebben wel een beetje getraind. Tenminste, het was elke keer wat een smoesje, slecht weer en weet ik wat alles. Maar goed, je hebt 14 kilometer in je benen. Ja, ik kan 14 kilometer rennen, dus dan moet ik... Ik 6, dus misschien met een pauze tussendoor dat ik de finish nog te zien krijg. Maar goed, we zijn geen lopers eigenlijk. We zijn officieel, ja, ik weet niet, we moeten echt... Ja, oké, sorry man. Ik ben geen loper op zich. Dus mijn conditie is een beetje op een laag pitje. Maar als ik minder dan 2 uur red, vind ik het goed. Vorig jaar hebben jullie een ludieke actie gehouden bij de Dam-tot-Dam-loop. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Puur noodzaak, hè? Nou ja, we hadden eigenlijk niet zo goed getraind, zeg maar. En op het laatst wilden we gewoon... ik weet niet, het kwam een beetje spontaan, hè? Ja, met die meiden. We zouden met die meiden eigenlijk... Wie zou sneller zijn? Wij of die meiden? Ja, want een beetje een onderlinge competitie hadden we. En zo is het ontstaan. Ja, we moesten en zouden gewoon eerder finishen als hun. Dus toen hebben we eigenlijk met de camera hebben we dat een beetje gefilmd. Eigenlijk als bewijs hoe we het achteraf gedaan hadden. Want niemand snapte er wat van, natuurlijk. Dus en dat was eigenlijk een beetje voor de vriendengroep eigenlijk. We wisten eigenlijk niet dat het zo bekend zou worden. U zei al 2 uur. De gemiddelde persoon die eraan meedoet, die doet er iets minder over dan 2 uur. Maar 2 uur is echt jullie richtlijn? Nee, helemaal niet. 1:30 vind ik eigenlijk mooier. 1:30 is wel mooi, hè? Ja. Nou, ik toen 22 was een keer gelopen. En toen merkte hij wel dat het een stuk makkelijker ging als nu. Dus toen hadden we inderdaad iets van 1:35 of zo. Ja, volgens mij wel. Maar toen waren we ook onderweg gestopt, hè? Ja, even... Het was mijn grote teennagels waren eraf en jij had toen ook wat? Ja, het was... Dus ja, inderdaad. Toen waren we daardoor opgehouden. Kleine korte pauze. Maar 1:30 moet misschien haalbaar zijn.